We hebben meer dan 1 miljoen koorzangers in ons land, verdeeld over ruim 4000 zangverenigingen in alle genres. Pop, gospel, klassiek en nog veel meer. En het is onvoorstelbaar, maar het is echt waar. In Nederland zijn meer mensen lid van een zanggroep dan van een voetbalclub. In elk dorp, elke stad, elke provincie wordt gezongen. En zingen verbindt niet alleen, het geeft ook energie. En dan zijn we alweer aangekomen bij het allerlaatste optreden van de avond. En niet zomaar eentje. Het is een International Women Choir. Vrouwen van over de hele wereld vinden elkaar bij de Hummingbirds. Hallo, we are the Hummingbirds. Selamat datang. All right, let's sing. Glorious peace. Peace, glorious peace. I am the founder of the Hummingbirds International Women's Choir. We started in June 2016 with a trial workshop to see whether the expat community would be interested, and they were. I'm from Australia. I've been living here for 10 years, and the choir has almost 90 people in it, and within those 90 people we have 30 different countries. Ik kom uit Engeland. Ik ben in Oekraïne geboren. I was born in Scotland, maar ik spreek ook Nederlands. One thing that this choir offers is a warm, supportive family environment. Dat betekent dan bijvoorbeeld op feestelijke dagen, waar de rest van Nederland natuurlijk met de familie om tafel zit, dat ik dat niet heb. En dat is wel heel fijn om andere mensen bij je te hebben die hetzelfde hebben. Happy birthday, happy birthday. Ja, het is een superleuke groep vrouwen, allemaal anders. En dat maakt het zo interessant. Want al die verschillen zie je alleen maar mogelijkheden. Ik heb heel veel vriendinnen hier en een aantal zijn uit Rusland. Dat is super mooi, super vriendelijk vrouwen. Die gekke mannen kunnen onze vriendschap niet vernietigen. Dat is absoluut onmogelijk, absoluut onmogelijk. Ja. I think that singing can really help to bond people. De Australische dirigente Natasha wil vooral uitdragen dat ze één grote internationale familie zijn. Met het toepasselijke nummer Somewhere Only We Know zijn hier de Hummingbirds. Thank you.
ging dit nou? Super. Super? Ja, relaxed nu? Ja, hè? Wauw. Hoe kwam dit bij jou binnen, ja, Glen? Dit kwam echt direct naar binnen. Ook gewoon door, ten eerste door het gezelschap. First of all, because of the group. Ja. Nee, ik ga dat niet doen. No, he's not gonna do it. I'm not gonna do that. I'm not, my English, you know, I'm not gonna do that. Door de samenstelling was ik al weggeblazen. Door de boodschap die eigenlijk in de groep zit, ben ik weggeblazen. En dit was weer voor mij een bewijs dat het altijd goed is, als je met de koor werkt, om er een dirigent bij te hebben. Want ook weer hier in de dynamiek waren jullie niet normaal sterk. Ik was gewoon naar jullie verhaal aan het luisteren. Je kon het over je heen laten komen. Ja, ik was gewoon gone. Ja. Dus dat was heerlijk. Een compliment hoor, dames. Die mogen jullie wel even receive it. Heerlijk. Oh? Ja. Ik ga nog even zoeken naar iets negatiefs. I'm gonna look for something negative. I don't got it. Ja. Ja. Jammer joh, jammer. Ja. Jammer. En het is ook mooi gearrangeerd. De arrangementen zijn mooi. Ja, dat wilde ik ook nog even zeggen, want hier hebben jullie echt iets toegevoegd. Deze song wordt alleen maar door de zanger van Keane gezongen. Dat is één noot. En jullie hebben het allemaal erbij gearrangeerd. Ja. Dat is zo tof. Er zijn hele smaakvolle keuzes ingemaakt. En dat maakt het heel erg leuk om naar te luisteren. Dus dank je wel. Ja. Nou. Dit was heel goed hoor. I would be very happy if I were you. Yes, yes. Nou, we hebben nu een beetje wat tijd gekocht voor jou, Glen. Ja. Want ja, kijk maar even. Dit is natuurlijk appels met peren met elkaar vergelijken. Ja, is niet te doen. Maar jij moet het toch wel gaan doen. Ja, het is goed dat je dat zegt. Appels met peren vergelijken. Ja, Hummingbird. Ja, voor mij, like pretty close to perfect, zeg maar. Die manier van samenzang. Die dynamisch elkaar opzoeken, die professionaliteit. Dat verwachten we.